Het is druk op de plek waar kinderen druppels tegen de ziekte kunnen krijgen. De druppels zijn voor iedereen die jonger is dan 10. Het zorgt ervoor dat kinderen minder kans hebben om de ziekte polio te krijgen. En iedereen die is geweest, krijgt met een stift een streepje op zijn pink. Polio is een erg besmettelijke ziekte waar vooral kinderen ziek van worden. Het kwam bijna niet meer voor in de wereld. Maar doordat mensen in Gaza in tenten wonen en het water er erg vies is, is de ziekte er gekomen. De ziekte kan zich snel verspreiden en daarom willen artsen dat zoveel mogelijk kinderen de druppels krijgen. De Nederlandse arts Rick Peperkoorn werkt in Gaza. We zagen ongelooflijk veel ouders, duizenden ouders en kinderen eigenlijk naar die klinieken komen. Want in al deze ellende was er toch een enthousiasme op de straten. En kinderen waren eigenlijk heel opgelucht en blij. En kwamen allemaal heel trots laten zien dat ze gevaccineerd waren. Het gebeurt allemaal hier, in Gaza, waar het nu al bijna een jaar oorlog is tussen Israël en Hamas. Om zoveel mogelijk kinderen de druppels te geven, is Gaza verdeeld in 3 delen. Het midden, het zuiden en het noorden. Vanaf vandaag kunnen kinderen in het midden de druppels krijgen. Daarvoor kunnen ouders bijvoorbeeld naar een tent of naar een ziekenhuis. Maar reizen in een gebied waar het oorlog is, is natuurlijk erg gevaarlijk. Daarom hebben Israël en Hamas afgesproken dat er een aantal uren per dag niet gevochten wordt. Vanaf 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags moeten ouders en kinderen de druppels kunnen halen. De komende dagen mag er steeds een aantal uur niet gevochten worden om zoveel mogelijk kinderen de druppels te geven. Er zijn teams in gezondheidscentrum, er zijn mobiele teams. Je ziet mensen op brommertjes met auto's en zij die naar allerlei gebieden gaan om die kinderen te vaccineren. Want die moeten natuurlijk overal naartoe kunnen zonder dat ze risico lopen. Anders is zo'n campagne absoluut niet mogelijk. Artsen hopen dat iedereen zich aan die afspraken houdt en dat zoveel mogelijk kinderen de druppels krijgen. Maar, zeggen ze, het zou natuurlijk het allerbeste zijn als er helemaal gestopt wordt met vechten.